En wat zien wij dan? Ja, dat is voor u een vraag en voor mij niet. Gregor Frankel voor one. En Schoonheidsinstituut Sylvia Millekom. Met ziekenfondscontroleur Bapo Galema. En Sint Warensezicht Aad van den Heuvel. Goedenavond en welkom bij ook dat nog. De plaats Denenkamp kreeg de vorige week 7 punten in onze roemruchte Gouden Eikel-competitie. Inmiddels sneed daar de burgemeester samen met zijn collega uit Borne een Gouden Eikeltaart aan. Het is vrijdag 21 oktober. Bij de balie van het kantoor van ABN AMRO in Utrecht Overvecht meldt zich de 19-jarige Mirjam Bomers. Zij geeft de wens te kennen het formidabele bedrag van 300 gulden te willen opnemen. Aangezien mevrouw Bomers in Amersfoort woonachtig is en bij een ABN AMRO-vestiging al daar een rekening heeft, dient zij zich te legitimeren. Op zich vond ik dat heel redelijk. Niemand kent me daar in Overvecht, dus overhandigde ik mijn toeristenkaart. Het tonen van een toeristenkaart brengt grote nervositeit bij het baliepersoneel teweeg. De kaart wordt tegen het licht gehouden, besnuffeld, onderworpen aan bijtproeven en vervolgens resoluut terzijde geschoven. Bespottelijk, hè? Ik krijg mijn geld niet, terwijl de toeristenkaart toch een geldig legitimatiebewijs is. Dat zeg ik niet, dat zegt de folder die je op het gemeentehuis kunt krijgen. Identificatie bij financiële dienstverlening. Employés van de bank hebben inmiddels het geheime alarmsysteem in werking gesteld. Rechercheurs van diverse interregionale rechercheteams worden in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Op maandag 24 oktober ben ik verhaal gaan halen bij mijn eigen ABN AMRO-kantoor in Amersfoort. Daar kreeg ik te horen dat alleen een paspoort of een rijbewijs geldig is. De mevrouw aan de infobalie, maandenlang zorgvuldig getraind in het voortijdig herkennen van criminele elementen onder de cliëntele, weet van geen wijken. De wet identificatie financiële transacties mag de toeristenkaart dan erkennen als geldig identificatiebewijs, ABN AMRO niet. Het is maandag 24 oktober. Het signalement van Mirjam Bomers gaat uit naar alle politieposten in Europa. Op het bureau van commissaris Northolt rinkelt een telefoon. Er vindt kort overleg plaats met procureur Consalves in Den Haag. In Den Haag bereidt een woordvoerder van justitie een communiqué voor. Omvangrijke witwasoperatie bij tijd verijdeld. En als je dan vraagt waarom doen jullie zo moeilijk over die toeristenkaart, dan hoor je iets vaags dat dat ding niet goed beveiligd is of zo. Alsof die paspoorten van ons wel in orde zouden zijn. Chicago, maandagmiddag 24 oktober, 4 uur plaatselijke tijd. Elliot Ness van de FBI werpt een achterloze blik op een fax en is plotseling een en al actie. Hij piept een contactman in Colombia op. Ik wil maar zeggen, als zo'n toeristenkaart zo gemakkelijk te vervalsen is, waarom hebben ze hem dan gemaakt? Amsterdam, maandagavond 24 oktober, 11 uur plaatselijke tijd. Minister Zorgdagen van Justitie wordt uit de ministersvergadering gehaald. Ze informeert naar het telefoonnummer van Maarten van Traa, de man die de parlementaire enquête naar de georganiseerde misdaad in Nederland gaat leiden. Gelukkig is de postbank niet zo kinderachtig. Daar ben je met de toeristenkaart nog steeds van harte welkom. Hilversum, 4 december, 7:15 plaatselijke tijd. En morgen is het Sinterklaas. Ja, en mijn zwarte Piet is voor de ABN AMRO. Ja, zegt de automobielhandel, nou hebben we een fraaie nieuwe auto en dat is heel bijzonder, 1 model en 1 prijs. En wat kost die? 67.678 gulden. Jammer alleen dat 1 model wel degelijk meerdere prijzen kan hebben, want wat staat daar in hele kleine lettertjes onder? Afgebeeld model 83.589 gulden. En voor de rest is er veel dierenleed. Voor wie denkt dat je kippen niks meer hoeft te leren, seksschool in Pluimveemuseum. Dierenleed. Het is nog niet zo ver, maar de honden in het Zeeuwse Oude Landen zien die ene beruchte dag nu al met schrik naderen. In verband met 30 april geen honden toe. En wat eten we in Gorredijk? Ditmaal nog landelijk in prijs verlaagd ook. 10 kilogram volwassen kat voor 72,50. En dat ergens op de Veluwe die ruiters het misschien leuk vinden, Allah. Maar wat vinden die koeien er eigenlijk van? Er bestaat klein leed. Kleintjes weg, vind je. Echt? Ja, echt ja. 32 jaar en als hij dan weggaat, zo iemand, ja dan, dat is heel erg, ja. Ik zie ze bijna weer, hè? Ja, weer, ja. En ja, afscheid doet heel erg pijn.
Er bestaat gewoon leven. Mooi handel. Maar ja, het kan een probleem worden. Jullie hadden net een aantal nieuwe posters. Ja, wij hebben dus, zoals je ziet, die hele grote die hier ligt, waarin hij dus een koppende beweging maakt, die hadden we pas aangeschaft. En daar hebben we er een 1000 van aangeschaft. Dus die kosten? Dan weer, laten we maar houden op de aardoverdrag, lopen in de duizenden zo. Dus, en ja, we moeten maar eens zien of we ze kwijtraken. Ja, je hebt één voordeel, hij heeft natuurlijk jarenlang bij Feyenoord gevoetbald. En hij is gewoon Mr. Feyenoord geworden. Is een echte eyecatcher voor ons altijd geweest. Ja, dus geweest. Geweest, ja, maar dat is voetbal. Dat is voetbal. Kijk, dat kun je niet van tevoren over zien. Ik vind het voor John hartstikke tof. En ja, voor ons wat minder. Dat is handel, daar doe je niks aan. En er bestaat groot leed. Heb je nou geen spijt? Ik heb geen spijt. Wat dacht je toen je het nieuws hoorde dat hij wegging bij Feyenoord? Een beetje onwerkelijk. Je denkt eigenlijk, hij tekent een contract voor 2 jaar en hij blijft die 2 jaar. Maar hij krijgt zo'n mooie kans nu. Ja, maar daar heb jij allemaal niks aan. Jij zit mooi met die tattoo op je rug. Ja, en die laat ik er ook fijn op staan. Ik ben heel tevreden zo. En John zal altijd herinnerd blijven als zijnde een van de kopstukken van Feyenoord. Toch sterk. Dankjewel. Een werkbriefje krijg je van het GAK als je een werkloosheidsuitkering ontvangt. Meneer Klok uit het dorpje Friese Palen, inderdaad in Friesland, begrijpt er niks meer van. Inderdaad. Ik begrijp er niks meer van en ik heb altijd alles begrepen. Ja, ja, inderdaad, maar hier begrijpt mijn man niks meer van, niks. Nee, ik ben nou 90 jaar en ik werk al jaren niet meer. Mijn man die is al 90 jaar en die werkt al jaren niet meer. Hij heeft al jaren AOW. Maar wat krijg ik nou al vanaf februari van het GAK in Tilburg? Ja, wat krijgen we? En we zijn nog nooit in Tilburg geweest. Krijg ik. Ja, dat is waar. En we zijn nog nooit in Tilburg geweest ook? Nee, dat schijnt ergens onder Friesland te liggen. Ja, ergens onder Friesland, ja. En nou moet mijn man in verband met de werkloosheid werkbriefjes invullen. Ja, ik ben wel 90, maar niet gek. Dus ik heb de eerste 2 verscheurd. Ja, maar ze bleven gewoon komen. Ja, want in Tilburg zijn ze allemaal gek. Ja, maar wij schreven tot 2 keer toe een keurig briefje dat mijn man 90 was en AOW had, maar niks in het. Nou, en in Tilburg hadden ze de smaak te pakken. Maar wij hier in Friese Palen ook. Ja, wij hier in Friese Palen ook hoor, ja. En dus ja. Reageerden wij niet meer. Nee, wij reageerden niet meer. Maar die werkbriefjes, die bleven maar binnen. Oh, wat een beetje hartstikke moe, hoor. Dus hebben wij namens het echtpaar Tilburg maar eens gebeld. Heeft die meneer een ziektewet, WW of WAO-uitkering? AOW. AOW is niet van het hak. Nee, dat klopt, maar hij krijgt wel werkbriefjes van jullie. Ja, uit Tilburg. Dat is vreemd. De naam was Klok. Ja, Klok uit Friese Palen. Uit? Friese Palen. Friese Palen. Waar ligt dat? In Limburg, nou goed. Nooit van gehoord. Luister, meneer Klok is al jaren gepensioneerd. Maar waarom krijgt hij dan werkbriefjes? Ja, dat vraag ik nou juist aan u. Hij heeft wel een correspondentienummer van u gekregen, dat kunt u nakijken. Ik zie het al. Wij hebben namelijk een nieuw systeem hier in Tilburg. Wij moeten inkomsten F5, F7, zonder bangelijke verschijning. Komt meneer Klok, komt op het scherm. Caps, lock, hoop, insert, geen WW, AOW, wit van Murphy, alles fout, dit ook fout, werkbriefjes. Sorry, sorry. Het is onze fout. Meneer Klok krijgt van ons een kleine attentie. Hé, hey, wat leuk, een kleine attentie. Oh, wat leuk, wat zou dat nou wezen? Nou, daar kwamen we van de week wel even achter. Ja, want wat stuurde het GAK in Tilburg als kleine attentie? Een werkbriefje. En eerlijk is eerlijk, ook wat bloemen. De volgende klant graag. Ach, u bent Lucie Koning uit Oldenzaal en u bent een gescheiden moeder met 2 kinderen van 5 en 8 jaar. En het probleem is? Het probleem is dat ik zelf in het ziekenfonds zit, maar dat ik voor mijn kinderen een dure particuliere verzekering moet nemen. En dat is alleen maar omdat mijn ex-man en ik hebben besloten dat ik niet in de bijstand zou gaan. Dat moet u even uitleggen. Natuurlijk. Kijk, toen wij de alimentatie moesten vaststellen, hebben mijn ex en ik dat in alle redelijkheid gedaan. Hij betaalt 2175 gulden per maand, zodat ik niet op kosten van de gemeenschap in de bijstand hoef. En verder heb ik nog een baantje voor 1 dag per week, waar ik per maand 440 gulden mee verdien. Aha, dat is duidelijk.
Wat is duidelijk en wie bent u trouwens? Hamilton, van de Nederlandse Vereniging van Zorgverzekeraars. En ik kan het u precies uitleggen. Mevrouw heeft een baantje waarmee ze 440 gulden verdient. Daarom is zij in het ziekenfonds. Maar de kinderen van mevrouw kunnen niet in het ziekenfonds, omdat haar loontje minder is dan de helft van haar totale inkomen. Dus als ik minder alimentatie zou krijgen, zeg zo'n 300 gulden in de maand, dan zou ik mijn kinderen wel in het ziekenfonds kunnen doen? Ja, want dan is uw loon van 440 gulden meer dan de helft van uw inkomen. Maar dan word ik dus gestraft omdat ik een beetje redelijke alimentatie krijg en daardoor niet in de bijstand hoef. Terwijl mijn totale jaarinkomen 30.000 gulden is, dus nog een heel stuk onder het ziekenfondsgrensje. Mevrouw, we leven met u mee. Het is raar, maar zo is het nu eenmaal. Ja, een rare situatie, inderdaad. Hoe zit dat, meneer Siebers van de ziekenfondsraad? Nou, kijk. De kinderen kunnen alleen maar worden meeverzekerd door iemand die kostwinner is. En een kostwinner, volgens de ziekenfondswet, is iemand die over minstens de helft van zijn inkomen ziekenfondspremie betaalt. Dat is dus hier niet het geval. De premie wordt alleen over de 440 gulden betaald en niet over de alimentatie. Maar mevrouw zit dik onder de ziekenfondsgrens. Dat is toch onrechtvaardig? Nou ja, onrechtvaardig. Dat is nou eenmaal 30 jaar geleden zo vastgesteld. 30 jaar geleden? Ja. En als ik nou veel minder alimentatie kreeg en dus op kosten van de belastingbetaler in de bijstand zat, dan mochten mijn kinderen wel in het ziekenfonds. Heel graag mevrouw, daar bent u welkom. Dus wij belden maar eens met het ministerie van Volksgezondheid. Ja, moet u nou eens luisteren. De stichting De Ombudsman heeft een hele goede oplossing. Als er voortaan alleen maar wordt gekeken of het totale inkomen onder of boven de ziekenfondsgrens ligt, dan zijn er toch helemaal geen problemen meer. En het antwoord luidde? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Ja, inderdaad. Zo makkelijk dat het waarschijnlijk in geen jaren lukt om die regeling te veranderen. Tenzij er natuurlijk een Kamerlid is die het problemen van mevrouw Koning ook een beetje vreemd vindt. Zullen we dan maar eens een oproep doen? Ja, beste mevrouw en meneer in Den Haag, u mag het zeggen. Of ik krijg een redelijke alimentatie, of mijn ex en ik spreken af dat hij veel minder betaalt, zodat ik in de bijstand moet, omdat dat de enige manier is om mijn kinderen in het ziekenhuis te krijgen. Nou, roept hij maar. Nou. Kies maar uit te zwaaien. Ja, we hebben toch maar niet gewacht. We hebben dit toch maar voorgelegd aan Roger van Bokstel van D66... lid van de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid. En die zei... Ja, ik ben uitermate verbaasd over dit verhaal. Het gaat hier puur om de term kostwinnerschap volgens de wet. Maar waar mevrouw tegenaan botst, dat zijn verouderde opvattingen. En op 6 december wordt de begroting van Volksgezondheid behandeld. En ik ga hier zeker vragen over stellen. Meneer van Bokstel, als u iets voor me bereikt, kom ik u zoenen. Oh, nou, ik wou dat het al 6 december was. Geld en vriendschap, zaken en privé, dat zijn dingen die moeilijk samengaan. Systematisch spullen verkopen aan je eigen vrienden en kennissen is vragen om moeilijkheden. Vroeger hadden we de Tupperware Party, verkopen in eigen huis van plastic bakjes. Nou, tegenwoordig heet dat network marketing en wordt ook gedaan met cosmetica, waterzuiveringsinstallaties, kruiden enzovoort. Hoe werkt network marketing en waarom werkt het vaak niet? Ons panel, bestaande uit 4 goede vrienden, demonstreert het u. Sylvia, mijn vriendin, ik heb iets heel bijzonders voor je. Een unieke zwarte balk. Voor mij 1 gulden. En? Wil je er 1 kopen? Ja, natuurlijk. Omdat ik jouw vriendin ben, doe ik dat natuurlijk wel. En zeg eens, Sylvia, heb jij behalve mij ook andere vrienden? Ja, Hans en Pavel. Wat leuk voor je. Dan mag jij pennendistributeur worden. Jij verkoopt pennen aan Hans en Pavel voor 2 gulden. En die pennen koop je bij mij voor 1 gulden. Jeetje, dan maak ik winst, Hans. Ja. Wil jij een pen van me kopen? 2 gulden. Maar natuurlijk, jij bent mijn vriendin. Heb jij nog meer vrienden? Ja, Pavel en Gregory. Oh, dan mag jij pennendistributeur worden, echt waar. Dan kan je bij mij voor 2 gulden pennen kopen, voor Gregor en Bavo. En je verkoopt ze voor 3 gulden. Network marketing. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Het netwerk begint te lopen. Gregor verkoopt 2 pennen aan Sylvia met winst. Want Sylvia had ze al verkocht aan Hans met winst. En wat doet Hans? Bavo, ouwe vriend van me. Oh, mijn andere vrienden verkopen pennen aan weer hun vrienden. En dat gaat hartstikke goed toe. Iedereen die maakt volle winst. Oh, winst? Oh, dat wil ik ook wel. Oké, dan word jij pennendistributeur. Jij koopt bij mij pennen voor 3 gulden. Mm-hmm. En die verkoop jij voor 4 gulden aan jouw vrienden. Oh, dat vind ik een goed idee. Alsjeblieft.
1, 2, 3. 3 pennen. Dat is 3 keer 3 is 9 gulden. Bravo, jongen. Succes met je marketing. Hey, Gregor, Sylvia, ik heb een fantastisch idee. Willen jullie van mij voor 4 gulden een pen kopen? Nee, wij zijn al distributeur. Ja, dat gaat hartstikke goed. Nee, wacht even, dat klopt niet. Mijn vrienden willen geen pennen kopen. Hans, je hebt gelogen. Sylvia, Bravo is boos omdat jij mij distributeur gemaakt hebt. Sylvia, jij bent een oplichter. Kijk hoor, ik zou rijk worden, maar nou ben ik al mijn vrienden kwijt. Ik hoef jou nooit meer te zien. Nou, ik snap het niet. Al mijn vrienden wilden wel pennen kopen. Ja, en zo werkt network marketing. En zo loopt het ook dood. Want op een bepaald moment is iedereen distributeur geworden en zijn de vrienden op. In Nederland zijn zo'n 60.000 mensen werkzaam bij de grootste netwerkorganisaties. Amway, NSH en Quorum. Bij ons Matt de Faan van de Consumentenbond. Nog heel even, Matt, wat is het precies? Network marketing? Ja, je hebt in ieder geval gezien hoe het werkt. Je wordt benaderd door vrienden en bekenden. Die proberen je een product te verkopen. En tegelijkertijd vragen ze aan je of je mee wil doen in het systeem. Om weer bij andere bekenden en vrienden dat product te gaan verkopen. En zo ontstaat een netwerk. En dat is network marketing. En om welke producten gaat het? Het kan van alles zijn. Het kunnen pannen zijn. Het kunnen schoonmaakmiddelen zijn. Bijvoorbeeld stofzuigers, lingerie, noem maar op. Zelfs verzekeringen hebben we begrepen, daarvan is het plan om dat ook zo te gaan verkopen. Dat lijkt me niet goed. En dat is inderdaad niet goed, want verzekering is iets heel anders dan een pan bijvoorbeeld. Daar moet je deskundig voor zijn. En dat zijn die mensen over het algemeen niet. Zijn er veel klachten? Ja, we krijgen door het hele jaar gezien zo'n 300 meldingen daarover. Vragen, maar ook klachten. Dus het is een redelijk probleem, vinden we. Ja. Hebben jullie eigenlijk bezwaren tegen die hele organisatie? Ja, we hebben eigenlijk bezwaren tegen twee dingen. Tegen het systeem op zichzelf en ook tegen de producten die worden verkocht. Voor wat betreft het systeem, er wordt je gouden bergen beloofd. Hè. Je kunt heel snel rijk worden, zegt de bekende of de vriend die bij je langskomt. Maar het is heel erg afhankelijk van op welke treden in dat netwerk je terechtkomt. Dus op welk moment je eraan mee gaat doen. Verder wordt er ook weinig verteld over dat er toch kosten aan verbonden zijn. Je moet computers aanschaffen, reclamemateriaal kopen. Dus het is een beetje een schimmig en onduidelijk geheel. Wat betreft die producten, die producten zijn niet in de winkel te koop. Het zijn dure producten. Je kunt dus ook niet in een winkel vergelijken als je een stofzuiger wil kopen. Dus over die producten zijn we ook niet helemaal te spreken. Goed, nou luister ik niet naar jullie. Heb ik als koper dan toch nog rechten? Ja, dat wel. Je kunt het eigenlijk vergelijken met colportage. Dus hier is de colportagewet op van toepassing. Als jij een stofzuiger koopt en via dit systeem en het bevalt je niet, dan kan je binnen 7 dagen daar weer van af. En dat is de colportagewet. Dus dat recht heb je wel als koper. Goed, het belangrijkste, Matt, hebben wij een advies? Wij moeten het niet doen. Matt, dat was bedankt. Ja. Ik zie binnenkort weer terug. Okay. Ik voel me niet goed. Oh, schatje toch. Wat is er dan? Ja, ik weet niet. Een beetje misselijk. Een beetje rillerig. Misschien krijg ik wel griepje. Hey, daar zou ik maar voorzichtig mee zijn. Een neef van mij is doodgegaan aan een verwaarloosde griep. Ja? Nee, maar dat kan. Ik heb een vriend die had nog geen eens griep. Die was gewoon verkouden. Precies. Nou, en dan doe je er niks van. Ja, je loopt gewoon door en dan ziekenhuis. Heel veel snot en afgelopen. Ja, jullie hebben gelijk. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ja, maar wacht. Ik heb al iets voor je. Het schijnt heel goed te zijn. Walvisurine. Nee, joh, ik heb hier Pharma 23. Dat werkt geheid. In één klap alles weg. Nee, joh, allemaal chemische troep. Hier, homeopathisch paardenbloemvlokken. Dat is fantastisch. Helpt ook nog tegen nekhernia, spierscheuring, aanbijen, schimmels. Ja, niets in het leven houdt ons zo bezig als onze gezondheid. We hebben een heel gezondheidsimperium opgebouwd. In het gehele circuit van onze nationale gezondheidszorg gaat jaarlijks zo'n 60 miljard gulden om. Hans Böhm, het trio Jaap Dekker en Justus van Oel beschrijven het leven van de Nederlandse maagd, onze zieke Kortjakje. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week en zondag ook. Altijd heeft zij iets bijzonders, zij hoort bij de hypochonders, querulant en vaste klant van de dokter in ons land. Maandag is Kortjakje sloop en mag naar de haptonoom.
Beetje kneden, beetje praten, heeft dat zin en zal het baten. Het is de klant die dat bepaalt, dus het ziekenfonds betaalt. Dinsdag zit Kordiakje bleek en mag naar de apotheek. En dan naar de Aura Healer en dan langs de kruidendealer. Want helaas, wat moet, dat moet en het meeste wordt vergoed. Woensdag heeft Kordiakje pijn, zou het iets gevaarlijks zijn. 20 foto's, 15 prikken en veel roze pillen slikken. Maakt niet uit, de rekening gaat naar de verzekering. En nu raadt het donderdag, is Kordiakjes maag van slag. Komt het van de röntgenstraling of een foute bloedbepaling? Smiddag huilt Kordiakje uit en bij haar psychotherapeut. Vrijdags is Kordiakje kaal, ach, nou ja, niet helemaal. Maar wel haren op haar kussen en er zitten grijze tussen. Zij neemt vitamine C en rent naar de dominee. Vraag is zaterdag, krijgt ze last van huiduitslag. Ambulance kan niet komen, huisarts heeft vrij afgenomen. En hoewel dat centen kost, ga dan maar naar de paragos. Zondag is Kordiakje dood, maar men helpt haar uit de nood. Met een ruilhart en twee nieren, en wie zal dat financieren? Nu en ik, maar heeft het zin? Ach, ik weet dat evenmin. En dus blijft Kordiakje ziek, dat mag van de politiek. Maandag maagzuur, dinsdag rugpijn, woensdag bij de uroloog zijn. Zaterdag een zinktekort, waarna het weer zondag wordt. Ja, dat was mooi. En het arrangement was van pianist Jaap Dekker. Kleine persoonlijke ergernissen. Ook de leden van ons team hebben daar soms last van. Deze week is het de beurt aan Bavo. Ja, wat mij kan ergeren en bijzonder zijn die telefoongesprekken die je soms moet voeren. U kent ze wel, ze gaan ongeveer als volgt. Dag mevrouw, met Galema hier. Mag ik meneer Mulder van u? Meneer Muller? Nee, Mulder. Waar werkt die meneer Muller? Nee, Mulder, op de administratie. Goh, nooit van gehoord. Hoe was uw naam? Galama. Oh. Geen blikje alstublieft. Valt weg. 4, 5, 6 minuten. Pom, 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 pom. Op wie wacht u? Op meneer Mulder. Hoe is uw naam? Galama. En u wacht op meneer Mulder! Oh ja. Nou, meneer Mulder is er niet hoor. Ik vroeg naar meneer Mulder. Ook niet. Zou u dan willen vragen of hij me terugbelt? Wie? Meneer Mulder! Ja hoor, dat zal ik doen. Oh, hallo, 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 hallo. Oh, moet u mijn nummer dan niet even noteren? Nummer? Oh, ja. Pak even een pennetje. Oh. Ja, en dat is dan de O van over en uit. Die Mulder interesseert me geen bal meer en die firma van hem al helemaal niet. Het is de O van onbenul, onnozel, onmacht, opwinding en ontslaan. Dan zou ik me met de O van ontzettend, ontzettend kwaad kunnen maken. Maar dat doe ik niet. Ik weet het gewoon. Een brief van mevrouw Puntman Hogeveen uit Uithoorn. Zij is het slachtoffer van een misdrijf, maar bij justitie staat ze de boek als wetsovertreder.
Deze zomer kreeg ik een brief van justitie. Ik had in Den Haag een parkeerovertreding begaan op 23 juli. Maar dat kon helemaal niet, want op 23 juli was ik op vakantie in het buitenland en mijn autosleutels lagen in de kluis van de bank. Dus schreef mevrouw Puntman een keurige brief naar justitie. Met als bewijs een kopie van haar vakantieticket. Nu had ik mijn auto in januari 1993 gekocht. Precies, bij ons in de garage in Nieuwveen. En even voordat mevrouw haar autootje kwam ophalen, werd er bij ons ingebroken. En ze jatte onder andere ook een aantal kentekenbewijzen uit de kluis. Precies, en daar zat ook mijn kenteken tussen. Zo is het. De zwaaien van de Rijksdienst voor het wegverkeer geven mevrouw een nieuw kentekenbewijs. Ja, maar wel met hetzelfde kentekennummer. En dat is heel vreemd, want zo blijft er dus een gestolen kenteken in omloop met mijn nummer. Ja, zo doen wij dat nou eenmaal. Ja, kijk, en dan begint er een oude criminele truc. Je steelt dus een autootje van hetzelfde type met dezelfde kleur. Je krast even een nieuw chassisnummer in het blok. En je bevestigt een ander kenteken op dat wagentje, het nummer van mevrouw Puntman. Conclusie, op 23 juli stond die gestolen auto in Den Haag en niet mijn auto. Ja, en ook dat tweede bewijs zet mevrouw keurig op papier in een bezwaarschrift aan de officier van justitie. Ah, maar die heeft het veel te druk, joh, om bezwaarschriften goed te lezen, want weet je wat hij zegt? Mevrouw was dan misschien op vakantie, maar haar voertuig kon natuurlijk wel door een ander zijn bestuurd. Nee, man, dat heb ik toch geschreven? Mijn sleutels lagen in de kluis en bij die bank is niet ingebroken. En bovendien, mevrouw Puntjeman, het kenteken GB en B64 is helemaal niet gestolen. U mag mijn bril wel even lenen, hoor. Mijn kenteken eindigt op 69 en niet op 64. Hier is het proces verbaal. Ja, maar dan is het bezwaar al afgewezen. In oktober wordt mevrouw Puntman gebeld door een rechercheur. Een hele aardige man. Ja, ik ben heel aardig. En ik ben bezig met een onderzoek naar gestolen auto's. En nou kom ik toch uw kenteken tegen op een gestolen auto. En omdat ik aardig ben, zal ik even een briefje aan de officier van justitie schrijven. En zo ging bewijs nummer 3, zwart op wit, naar justitie toe. En daar zaten weer twee gigantische dovemansoren. Ik moest eerst 50 gulden betalen voor mijn bezwaar kon worden behandeld. Het spijt me, het is Wetje Mulder, hè? Ja, het beroemde Wetje Mulder. Je moet eerst betalen om vervolgens te mogen uitleggen waarom je niet hoeft te betalen. Dus, wat doe ik in mijn drift? Ik stap naar het bureau slachtofferhulp. Wat een leuk verhaal, mevrouw. Nou, u hebt volkomen gelijk, hoor. En wat nu? Nou, dat wordt een officieel vervatte rechtszaak. Maar dat is toch idioot? Ja! Daar heb je alweer volkomen gelijk in. Een officiële rechtszaak uitgelokt door diezelfde strenge wetgever. Jazeker, want die geven mij hetzelfde kentekennummer als van die gestolen platen. Kijk, wij van het pakket zeggen dan, dat nummer had u nooit moeten accepteren. Ja, ho, ho, ho. Wij van de Rijksdienst voor het wegverkeer zeggen dan, je krijgt bij diefstal altijd hetzelfde nummer, een duplicaat. En dat kun je trouwens zien aan de letter A in de code. En dan, wonder boven wonder, komt de officier eindelijk tot andere inzichten. Een paar weken geleden kreeg mevrouw Puntman een brief. De zaak wordt geseponeerd omdat er nieuwe bewijsstukken zijn aangebracht. Hoezo nieuwe bewijsstukken? Het zijn dezelfde bewijsstukken van een jaar geleden. Het enige nieuwe is, u hebt ze nu gelezen. In deze zaak kunnen wij u volgaarne het voordeel van de twijfel. Nou, wordt die helemaal mooi. Twijfel aan wie? Twijfel aan wat? De enige twijfel die er bestaat is over de vraag of u uw werk wel goed doet. Nou, hoeft mevrouw niet meer voor te komen en u zou ze bijna willen. Ja! Ja, nou zou ik bijna willen om iets te zeggen. Weet je, als jij je werk in één keer goed zou doen, dan zou je... Ja, ik ga dat niet zeggen, zeg. Ik ga dat helemaal niet zeggen. Ja, ik zeg het toch, ik zeg het toch, ik zeg het toch. Ik zeg het toch. Als jij je werk meteen goed doet, dan hou je meer tijd over om boeven te vangen. Dit is Haren, een Brabants plaatsje met zo'n 800 inwoners. Erg, hè, mevrouw? Ja, verschrikkelijk, wat? Ach, mooi, ik vind het echt aardig, ja. Dat we geen prins hebben. 800 inwoners. En niemand die dit jaar prins carnaval wil zijn. Ze willen gewoon niet. Ze blijven, denk ik, liever thuis bij die televisie zitten of zo. Of, ja, wat het is, ik weet het niet. Ik kan het geen naam geven. We hebben er nooit geen probleem mee gehad. Maar nou is het in één keer, het is op, het is over. Wat nu? Misschien moeten we op zoek wel naar een prinses. Prinses? Ja, prinses. Wakkers lekker deur, dat! Zeg, mag u het voorstellen, ik ben prinses Sylvia de Meerte. Pas gewassen, zeker. Wie heeft de zin van prinses? Alle
Sylvia ambieert de functie van prinses carnaval, maar daar moet ze natuurlijk wel wat voor doen. Is in conclave. En de spanning is te snijden. We zijn eruit. En? Het is vervelend misschien voor Sylvia. We houden ze graag hier houden. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat ze te ver moet reizen. En we hebben toch liever een prins en een adjudant uit ons eigen knorrenrijk hier in Haren. Een prins? Een prins. Jullie zoeken verder? We zoeken verder naar een prins. Maar ze was wel goed, hè? Schitterend was ze. Schitterend. Maar toch liever een prins. Toch liever een prins. Helaas, maar het mocht de pret niet drukken. En dus bleef het nog lang onrustig in Haren. Vorig jaar, rond deze tijd, was ik zwanger. Dat is Sandra Lichthart uit Alkmaar. Ik heb erg veel gelezen, onder andere Elegance, een heel leuk damesblad. Dat bestond toen 50 jaar. En als je hun jubileumnummer kocht, dan kreeg je een speciaal kerstpakket aangeboden. Ja, dat weet ik ook nog. Ik ben haar vriendin. Ja. Nou, er zaten allemaal hele leuke dingen in dat kerstpakket. Koffie, jam, weekendje weg, Pasen. Precies, precies. En in mijn pakket zat een cadeaubon voor het Health Diet Center in Rotterdam. Waarde 100 gulden. Ja, zij wel, Bob komt. Nee, het was voor je hele lichaam. Als je die bon inleverde, had je bijvoorbeeld recht op een Cellu M6 behandeling. Dan wordt er vet bij je weggezogen. Nou, zou ik geen kwaad kunnen met die dijen van jou, hè? Grapje. Ja, dat is een leuk grapje. Maar ik kon ook een lipodrenbehandeling nemen om af te slanken. Nuttig. Ja. Maar ik kon ook een algemene schoonheidsbehandeling. En daar voelde ik wel wat voor. Ja, dat verbaast me niks. Hè? Maar ja, nog 4 maanden. Eerst maar even lekker bevallen, dacht ik. Nou, het is een leuk kind geworden, hoor. Gavin. Het lijkt heel erg op een baby. Dankjewel. Nou, 3 maanden na de bevalling was ik zover. Health Diet Center in Rotterdam. Here I come. Dus jij belde? Ja, precies. Nou, dat was schrikken. Hoezo? Ze hadden je toch nog niet gezien? Nee, maar die mevrouw van het centrum reageerde heel raar. Ja, hallo. Oh, u bent er zo mee met de waardeboom van elegance. Nou, daar kunnen we met u geen afspraak maken, hoor. Nee, we zitten tot onze nek vol in de klonten. We hebben absoluut geen tijd en al helemaal niet voor een algehele schoonheidsbehandeling. Misschien zit er nog een klein liprodrenbehandelingetje in, maar dan moet u wel 150 gulden erbij betalen. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, dat vond ik toch zo raar. Krijg je een waardeloze waardebon cadeau? Tel uit, jullie. Meneer van der Heuvel, de restauratie van mijn vriendin ging niet door, zeg. Dus hebben wij maar eens met het Health Diet Center gebeld. Ja, luister, wij zijn compleet doorgedraaid, joh. Het is helemaal uit de hand gelopen. Al die mensen die bellen en als we ze niet kunnen helpen beginnen ze als dolle te schelden. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, al dus mevrouw Kiriakou, die we overigens niet begrijpen. Maar misschien had het glanzende blad Elegance wel een verklaring. Ja, kijk, we hadden wat te vieren. 50 jaar is niet niks, tenslotte. Dus hebben we bedrijven gevraagd of ze misschien een cadeautje in ons jubileumpakket wilden stoppen. En het Health and Diet Center zei toen, alsjeblieft,
5000 bonnen ter waarde van 100 gulden. Kijk, wat die mensen absoluut niet voorzien hadden, is dat onze lezeressen zo massaal zouden reageren. En allemaal wilden ze een algehele schoonheidsbehandeling. Ja, precies. Dat nemen wij elegansen nou kwalijk. Die hadden toelichting moeten schrijven dat wij gespecialiseerd zijn in het afslankwerk. En dat wij niet de een of andere schoonheidssalon zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ik mag die mevrouw er misschien even op wijzen dat wij een overlegde tekst hebben geschreven. Ons treft geen blaam. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Maar Sandra, zit er maar mooi mee, hè, Sam? Ja. Waarom heb je toch niet wat van je heupen laten wegzuigen? Ja, ja, had jij mooi in je bloedje kunnen doen. Ja. In de kortste keren zaten we voor 3 maanden volgeboekt. Nou, daar word je nog eens een keertje spuug en spuug zat van, dus zijn we daarmee gestopt. Begrijpt je wat ik bedoel? Ja, wat ik vooral begrijp is dat u misschien wat te enthousiast al die waardebonnen beschikbaar hebt gesteld. Maar de fout zit hem in de waardebonnen en die zijn gemaakt door het reclamebureau. En die heeft die bonnen niet eerst aan mij laten zien. Begrijpt je wat ik bedoel? Ik ben Patrick Koppenjan van het reclamebureau en ik vind dat een onzinopmerking. Mevrouw heeft en de tekst en het ontwerp van die bon goedgekeurd en daarom heeft ze ook keurig op tijd de rekening betaald. Ja, de Consumentenbond is van mening dat het Health Diet Center hoe dan ook fout zit. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de bon en de diensten die daaraan vastzitten. Ik begrijp absoluut niet wat u bedoelt. Ach, mevrouw, misschien kunt u mijn vriendin er toch even tussendoor nemen, hè? De schat heeft het zo nodig. Oh. We hebben goed nieuws, want binnenkort kunnen wij weer met een gerust hart naar Lelystad. Want wat zegt de firma Proper? In de week van 2 mei zullen de meeste van onze klanten weer gewassen worden. Een nogal pittige bloemenaanbieding van schobben in spijkenissen. Maar deze folder kan beter niet in Engeland worden verspreid. Saxia's, nu 10 gulden. Buitenwijs is voor buiten. Haarlak voor haar en mistlampen voor mist. Maar soms ligt dat heel anders. Autolak. Niet geschikt om auto's mee te spuiten. Wel om bijvoorbeeld de poort mee te schilderen. In Leiderdorp moeten er hele treurige flats zijn. In de afvalkrant al daar wordt gemeld dat schrokvuil in de grijze huisvuilcontainer moet. En flatbewoners kunnen in de grijze wijkcontainer. Ik heb me rot gezocht, schrijft Gerry Meijer. Maar eindelijk had ik dan een cadeautje voor mijn dochter gevonden waar haar naam op stond. Hoera, Esmeralda is jarig. Je wordt persoonlijk toegezongen, Esmeralda. En, schrijft Gerry, wat hoorde mijn dochtertje? Hallo allemaal, dit is een bijzondere grammofoonplaat. Want vandaag is het de dag van David. Je bent jarig vandaag in de grammofoonplaat. Want vandaag is het de dag van David. Hallo! Wat doe je nou, Piet? De hele stoomboot daar is sodemieter. Hier stond maar 1 ruitje, Sint-Nicolaas. Waar stond maar 1 ruitje? Aan het cursusboek, Sint-Nicolaas. En als er maar 1 ruitje staat, dan mag je gewoon doorvaren. Oh, dat verschrikkelijke cursusboek. Dat is al de 3e stoomboot met averij. Piet, wij wenden ons tot ook dat nog. Ook dat nog? Net als Sinterklaas hebben ook Anneke en Gert-Jan Bartels uit Dordrecht een boot. En als dat schip langer is dan 15 meter en sneller vaart dan 20 kilometer, heb je een vaarbewijs nodig. Daar moet je examen voor doen en dat examen wordt afgenomen door ons van de ANWB, de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub, het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en de Nederlandse Waterskibond. Ja, nu is er een cursusboek. Goed, er zijn er verschillende, maar er is er 1 die speciaal wordt aanbevolen. En dat cursusboek wordt uitgegeven door ons van de ANWB, de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub, het Koninklijk Nederlands Watersportverbond en de Nederlandse Waterskibond. Dat is nog een hele mond vol. En dan mag je toch verwachten dat zo'n boek klopt. Maar dat is niet zo, hè? Zo u weet, meneer Van der Heuvel, heb ik een drukke werkring. Dus probeer ik mij met dat boek schriftelijk voor te bereiden. Ik bedoel, ik vind het ook wel eens leuk, hoor, aan het roeren van zo'n stoomboot te staan. Ja, en ik volgde met Anneke Bartels een mondelingencursus aan de Volksuniversiteit Dordrecht. Wat doe jij in Dordrecht? Daar woont een hele leuke cursusleider, Kees Stoop. Maar Piet, toch een man? Nou ja. Een man, ja, Sinterklaasje. En die had ons al gewaarschuwd.
Ja, de zesde druk van het cursusboek, daar klopt werkelijk helemaal niks van. Om te beginnen staat er voorin dat er achterin dat boek een proefexamen zit. En wat zit er dus achterin? Helemaal niks. Ja, maar dat kan toch niet aan, WB? Hier, pagina 39. Ik moet de cursisten leren dat ze tussen die torens door moeten varen. Want dat is de ingang van de haven. Maar zoals het hier getekend staat, knal je zo recht op de keien. Dat kan toch niet, koninklijke Nederlandse motorboot, klopt? En hier het inlegblad. Deze ruitjes en rondjes die te maken hebben met het wel of niet doorvaren. Nou, zoals we hier staan, vaar je tegen iedere tegenligger op. Koninklijke Nederlandse watersportverbond, hoe dacht je dat dat zit? Hoe zit dat? Bladzij 132, vraag 28. Het boek geeft als antwoord vrije doorvaart. Nou, als je dat doet, dan zit je in één klap midden in die baggerman. Ik denk dat er alles bij elkaar zo'n 600 vragen in het boek staan en zo'n 4-5% is gewoon fout. Wij van de ANWB, de Koninklijke Nederlandse Motorbootclub. Ja, dat is goed hoor. Ja, dat zetten, jongen. Wij moeten toegeven dat er wat foutjes in zitten. Hoeveel? Nou, bijvoorbeeld bij 25 multiple choice vragen passen de vragen niet bij de antwoorden. En wat gaan wij daaraan doen? In het volgende nummer van de Waterkampioen zullen we iets over schrijven. En intussen liggen er nog zo'n 15.000 exemplaren van dat cursusboek met fouten in de winkel. Nee, en nog ter eens nee, mijn stoomboot is mij heilig. Oeh ja, als je aan het stoombootje van Sint-Nicolaasje komt, dan kom je aan Sint-Nicolaasje. Ja, ja, die stoomboot is een van mijn sterkste wapens tegen die achterhaalde arreslee van die zwakke kerstman. Dat blijft er gewoon, jongen. Vandaar dat dat cursusboek van jullie moet kloppen. Ik kan me geen schade meer voorhouden. Nee, koele stoeken stoom. Het is al zo'n wrak die stoomboot van mijn onkel Sint. Oké, Sinterklaas, het heeft absoluut niets te maken met u, of met dat programma ook dat nog. Maar wij, totaal spontaan, wij hebben net besloten om het hele boek, de zesde druk dus, meteen te herdrukken. Over een week of drie ligt er een gloednieuw boek in de winkel. Nou, bravo, hoor je dat, man? Nou is Sint weer trots op je. Ja, een piet ook, hoor. Dank wel. Bravo. Tot zover ook dat nog. Mogen Sint ook voor u deze dagen heel gul zijn. Schrijf naar ons postbusnummer 23456 in Hilversum. Dan zien wij u de volgende week zeker terug. Thank you.